Deze week staan we in het krachthonk en we gaan het hebben over het lot van de geblesseerde speler. Opeens voel je een pats en je twijfelt. Heb je het niet goed gevoeld? Je weet het antwoord, maar je wilt het niet weten. De volgende klap komt bij de bevestiging. De komende tijd lig je eruit. Je voelt je leeg en alleen. Je ploeggenoten gaan iedere dag het veld op, jij blijft achter. Je hoort bij de groep, maar zo voelt het niet. Je voelt je meer het zwarte schaap. Je enige echte vriend is nu de fysio. In het begin praat je veel over de blessure. Hoe lang duurt het normaal gesproken? Hoe gaan we het opbouwen? Wat mag ik wel en wat mag ik niet doen? Daarna praat je vaak over het nieuws op de radio. Of de muziek die op de achtergrond draait. Daarna praat je niet zoveel meer. Je bent uitgepraat. Alleen nog maar gedachten. Hoe voelt het nu aan? Als het gaat mag je weer fietsen. In het begin is het leuk. Na 3 keer al niet meer. Vooral saai. Weer binnen. Af en toe kijk je naar buiten. Schijnt de zon? Nou, dat is lekker. Mooi voetbal op het veld. Regen? Ook lekker. Zou ik mooi slidings kunnen maken. Storm? Nog lekkerder. Lekker uitwaaien. Maar het kan niet. Jij blijft binnen. Je droomt alweer weg. Maar de realiteit is anders. Rondjes draaien. Van 5 kilo bouw je het op naar 10 kilo. 5 weken later 50 kilo. Je voelt vooruitgang. Positiviteit. Een dag als deze doet je goed. Hopen dat je morgen vroeg geen reactie krijgt. Je ziet je lichaam weer groeien. Je vertrouwen groeit mee. Je voelt je sterker worden. Tijdens de wedstrijden zit je op de tribune. Hoe zou je het doen op het veld? Ik ben natuurlijk veel beter dan de jongens die spelen. Alleen, je moet oppassen voor de frustratie. Maar je hebt weer een doel. Als het allemaal goed gaat, zou je over 3 maanden misschien wel weer kunnen spelen. De afgelopen maanden, bloed, zweet en tranen. De twijfels, de trainingen, alles met 1 doel. Het tikken van de noppen in de tunnel. Je eigen noppen. Je stapt over de tegel. Het is het meer dan waard. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Verupa en Aalten en Gilsing Herenmode in Didam.